Daar is niks zo groot zoals die zee als ons denkt aan een groot ontembare wildernis. Nie. Die leven hier is niet voor sissies. Nie. In die area waar land en zee ontmoet, het ons van die meest geharde creaturen op die planeet. Met hoogwater is hulle onder die water. Hulle word door die branders geslaan, moet koude temperaturen weerstaan en is aan hoge soutconcentraties blootgesteld. Dan, met laagwater, is dit weer die warm Afrika-son wat hulle temperatuur verhoog. En daar is derentijd die risico dat hulle vocht kan verloor en dehydreer. Maar ten spijte van hierdie aanslag is die rotsachtige kustlijn vol leven en soos op land begin die cyclus bij die primaire verskaffers. Planten, in hierdie geval algen. In ons rotspoel safaris kan een mens zien al hierdie plantleven. En plantleven in ons oceaan is baie belangrijk. Hulle geef van ons 70% van ons zuurstof wat ons inneem. En om net vir julle te wys hierso, hoe sterk hierdie planten vastzit. En dit vrywaar hulle dat hulle nie deur die branders makkelijk losgewerk kan word nie. Daar is geen dieren wat hierdie seegras in hulle oorspronkelijke groeivorm vreet nie. Wanneer laagwater die heel laagste punt bereik, droog hulle uit en dan storm die branders in en vat hulle tol. Dit word dan deur bacteriën afgebreek, amper soos in een sop. Dit is belangrijk, want hierdie seewiere, dit word dan klein stukjes koos, wat in hierdie stelsel bewerkstellig word. Die water hier is so rijk aan nutriënten en voeding, dat baie verschillende vorms van leven hier voor een plek competeer. Allemaal met verschillende methodes hoe hulle die koos inneem en met die elementen deel. Mossels is weekdieren en hulle is ons voorlijn filter feeders. En omrede hulle ons eerste lijnse mollusk is, word hulle vastgeheg met de cement wat hulle self produceer en hierdie haarachtige klein haarkies wat hulle vastheg. En als gevolg van hulle twee klippe as skulpe is hulle aerodynamisch. Wat dit beteken is, hulle kan nie makkelijk van die rotse af getrek word deur die golfaksie nie. Die twee klippe is precies diezelfde. En wat gebeur hierdie twee klippe? Knyp bij elkaar vast, daar is een spier die binnenkant wat hom toe forceer. En dit verhoed dat hij niet uitdroog nie, dit verhoed ook dat andere dieren niet bij hem kan bijkomen. Nie. Daar is één dier wat baie makkelijk bij mossels kan inbeweeg en bewerkstellig. Hulle is prachtig, met rooi snavels en rooi voeten, die zwart oestervanger. Het is een voel wat op ons oostkus en ons westkus voorkomt en voor hulle is mossels een baie makkelijke maaltijd. Hulle bewerkstellig dat hulle snavel makkelijk kan inbeweeg tussen die twee kleppe in en daar die vleesachtige spier kan onttrek en vir hulle een baie goeie voedselbron kan wees. Eendmossels, verwantskappe met krappe, maar in stede daarvan om rond te beweeg en skarrel oor die rotse, is eendmossels anders. Hulle is omgedraai, vastgeheg en hulle pote is soos hierdie klein klaukies en hulle verander in siri wat basis die koos inbring naar die mondgedeeltes toe. So in ons rotspoel safari het ons op hierdie rotspoel afgekom en hulle is vol seeslakke. Hierdie seeslakke is haarachtig, hulle is herbivore en hulle vreet seegras. As een mechanisme om hulself af te weer van roofdieren, skei hulle een pers ink af. Een soortgelijke seeslak is hier die helderkleurige ene wat ons hier zo heet. Kijk hoe prachtig is hier die seeslak. Hulle gebruik hulle kleren om als een visuele effect roofdieren af te weer. Hulle vreet hydrozoa. En hydrozoa het gifstoffe in. Wat hierdie seeslakke sal doen, hulle sal hierdie hydrozoa eet, die gifstoffe in hulle lichaam absorbeer en behou, en hulle dit dan gebruik as 'n teenmiddel teen hulle eie roofdiere. In ons rotspoel safari het ons al die elemente gehad van 'n regte bos safari. Ons het herbivore, ons het karnivore, ons het diere wat hulle self beskerm met skulpe, met gifstowwe. In werklikheid, ons rotskuslyn is vol lewe.
ons moet het bewaren.